Welkom weer terug bij de Mix Thuis. Charissa en ik hebben vandaag workout core nummer 2 voor je. En je hebt alleen een matje nodig of iets waar je lekker warm, wou ik zeggen, lekker zacht op kan liggen. Dus kom maar mee. Laten we gaan beginnen. Je mag als eerste op je rug komen liggen. Kom liggen, leg je handpalmen richting het plafond, handen op de vloer. Voeten staan aan de vloer. Het eerste wat we doen is een leg lift. Start met je rechtervoet. Op zijn neer, wisselbeen. Links en neer. Til je voet op en breng je knie tot boven je heup. Doe zachtjes je onderrug richting je matje, zodat je onderste buikspieren aanspannen. Wanneer ze even goed opwarmen en zorgen dat het lichaam klaar is voor de uitdaging die wij vandaag voor jullie hebben. En dat is geen grapje, want we hebben een uitdaging. Hey, deze beweging ietsje sneller. Tap om en om. Tap rechts omhoog, links omhoog. Hey, let erop dat je been in een hoek van 90 graden is. Je scheenbeen wijst parallel aan het plafond. En je tapt de voer zachtjes aan. Ga nog even rustig door. Buikspieren zijn aangespannen. Dan probeer hetzelfde eens te doen en wel je schouders te ontspannen. Merk het verschil als je je bovenlichaam rustig neerlegt en je onderlichaam aanspant. Tap dubbel zo snel, hou hem klein. Tap de vloer zachtjes aan en zet even dat onderlichaam harder in beweging. Zet hem aan het werk en voel die spanning op je onderbuik. Breng ondertussen je vingers naar je slapen. Crunch, 2-2, op en laag. Til je borst op, til je schouderbladen van de vloer. Ellebogen wijzen naar buiten en je kijkt tussen je knieën door. 3 tel omhoog. 3, 2, 1 en laat rustig zakken. En je kin is ingetrokken om je nek lang te houden. Rol wervel voor wervel op. Laatste keer. 2 op, 2 laag. C-crunch. Til je voet op en leg ze weer neer. Dan probeer je ellebogen naar buiten te houden. Til je borst op. En breng je ribben richting je heupen. 3, 2, 1. 3, 2, strek uit en maak lang. 3, 2, strek uit en terug. 3, 2. Voor de laatste keer gaan we de tempo omdraaien. Snel uit en langzaam terug omlaag. En nog 2 van deze. Ribben dichter naar je heupen toe. Laatste keer, hou hem bovenin vast. Tap je voeten om en om. Rechts, links. Hey, ondertussen zijn je schouderbladen van de vloer. En je handen naast je heupen of net iets voorbij je billen. Hou je nog even vol. Tap je hem sneller. Tik, tak, tik, tak. Hey, je wilt niet dat iemand beneden hoort dat je boven aan het tappen bent. Dus hou hem zacht. 8, 7, 6, 5, 4, handen naar je slapen, draai hem rustig in. 1 en wissel. 2 en wissel. Oblique twist. Je draait je schouder naar je tegengestelde bovenbeen. Zorg dat je elleboog blijft naar buiten draaien. Draai in. En elke keer leg je rustig je voeten terug. Nog 4 van deze. 3. 2, laat de tempo opschroeven. Om en om. Rechts, links. Rechts, links. Nou, rol van schouder naar schouder. Draai je bovenlichaam verder in. Je mag je voet blijven tappen. Of je brengt hem ietsje verder. Strek hem uit. All the things we do is voor een sterker core. Laatste 2 keer. Zet je voeten neer, heup omhoog. 2-2. Op, laag, laag. Je voeten staan wat dichter bij je billen. Je doet je hielen de vloer in. En je steunt op je hielen en op je schouders. Rem af, 3 tel omhoog. 3, 2, 1, rustig laag. Nou, probeer je borst richting je kin te brengen. Maak een bruggetje van je lichaam. Duw je heup omhoog. Knijp je billen. Snel op, langzaam laag. Op, langzaam terug. Een goede opwarmer ook voor de achterkant van het lichaam. Voor de
billen, de benen en die bekkenbodemspier. Single tempo. Kom maar. Op, terug. Op, terug. Deze ronde. Probeer iets harder je hielen en je schouders de vloer in te duwen. Zodat je iets hoger kan komen met je heupen. 3 puls bovenin. 3, 2, 1. Laat zakken. 3, 2, 1. En laag. Laatste paar. It's time to say goodbye. Hou je heupen hoog. Stop. Lift je hielen. Rechts, zet neer. Links, zet neer. Je blijft in die brug. En je houdt de spanning aan de achterkant van je lichaam. Nou, je voeten tappen rustig door. En jij probeert de spanning op te zoeken achter je navel. Knijp in die spier die achter je navel zit. Voel die spanning. All these things we do. Alles met 2 voeten tegelijk. Op en laag. Op, zet neer. Op, zet neer. Een mooie aanvulling op een benentraining, op een billentraining, is deze stuk core. Sluit aan en maak hem sterk. 8, dan ben je hiermee klaar. 8, terug. 7, dan duw je schouders harder de vloer in. Laatste beetje. 4, 3, 2, laatste keer. En ontspan. Ik heb dus heel erg spierpijn. Oké, iets anders. Are you fine? Ja, ben ik. I feel fine. Fine. Alright, we gaan naar iets anders leuks doen. Kom maar in halve positie, knie op heupbreedte. Ellebogen in de vloer. Heupen zijn laag. 4, 3, check. Rechts die lift. Op, wissel links. Op. En laag. Nou, je schouders zijn laag. Ellebogen zijn dus onder je schouders. Lange rechte rug. Lange rechte nek. Say goodbye. Laatste paar op je knieën. Op en laag. Op en laag. Doe je schouders weg bij je oren. Hou je rug en nek dus lang. En hou je heupen zo stil mogelijk met het liften. Yes. Als je wil, double knee lift. Op en laag. Op en laag. Op en laag. Ook hier is het heel belangrijk dat je je rug dus recht houdt. Lang. En je heupen stil. Laatste keer. Hold. Kom eens op je tenen. Hou eens even vast. Als je dat niet wil, kan je natuurlijk altijd op je knieën komen. Op 4. 3. We gaan hem namelijk nu andersom doen. Knee drop. Rechtsaf. Links. Rechts. En links. Als je merkt dat je te veel gaat hangen in je schouders of in je heupen, dan kom je terug naar de knieën en lift ze nog maar op. 2 knieën, als je wil. Schouders zijn laag, lift op. Laatste paar. Adem in, adem uit. Je kan natuurlijk ook altijd terug. Nou, om en om, hè. Nog 4. 3. 2. Hold up. Blijf op je knieën. Schouders laag. Vasthouden. Als je wil, inderdaad. Even naar achter. Rust voor de schouders. Want we zijn natuurlijk hier nog niet klaar. Nummer 2. Rechterhand. Strek hem eens uit. Schuin naar voren. En rustig terug. Wissel links. Uit. Schouders zijn laag, armen zijn lang en je probeert je schouders in lijn met je heupen te houden. Yes, nog een keer. Uit. En langzaam in. Wissel. Laatste keer jouw handen. We doen hetzelfde met de voeten. Rechte teen, strek hem schuin uit. Uit. Zet hem rustig terug. Wissel. Uit. En rustig terug. Uit. Probeer die onderarmen goed in de vloer te duwen, oké? Laatste paar. Adem in, adem uit. Merk je dat je te veel gaat hangen? Kom dan weer terug hier. Of ontspan even je schouders, schud los. En kom daarna weer terug. Combinatie rechterarm.
linkerbeen, rustig terug en wissel, hold. Bam bam bada. Lekker. Laatste paar. En terug. Can we breathe? Ja, laatste twee. Laatste keer. En stop. Kom heel even omhoog. Schud je armen los. Schud je schouders los. Kom even naar achteren in de positie. Zullen we gaan liggen? Oké. Ja? Oké. Tenzij je nog wat op je tenen wilt doen, mag. We gaan liggen. Hard. Kom liggen. Je rug duw je richting de vloer. Benen zijn 90 graden. En check. We hebben een bike shootout. Langzaam. Strek je benen en armen 45 graden. En trek terug. Uit. Uit. In. In. Jouw keuze, als je je benen niet wil uitstrekken, is naar de vloer. En dan kan je wel je armen nog in 45 graden meenemen. Yes. Heel belangrijk is dat je je onderrug richting de vloer blijft duwen. Zodat je onderste buikspieren hard aan het werk zijn. En de bovenste buikspieren doen natuurlijk ook mee door de crunch. Oké, snel uit, langzaam in. Hold. Rustig in. Shoot. Rustig in. En je bepaalt zelf hoe hoog of hoe laag jij 45 graden maakt. Kan natuurlijk ietsje groter. Shoot. Laatste paar. Nog twee van deze. Zullen we proberen? Zullen we? Het zijn er maar 8. Singles. 8. Blaas uit als je intrekt. Rug richting de vloer. Kin richting je worst. Nog 2. En stop. Zo dan. Denk je dat er al wat gebeurt? Ik zeg, laat staan. Tim, zou jij de flip willen flippen? Ja, ja, ja. Kom staan. We dachten, we gaan ook iets staans doen. Want dan gaan we de heupen, de bilspieren, zeg maar iets meer de onderkant van je core mee pakken. Dus, kom staan. Alright, we beginnen. Je start op je linkerbeen staan. Rechterknie is op. Het eerste wat je natuurlijk gaat zoeken is je balans. Je buigt je linkerbeen licht. Bovenlichaam is lang. Check it out. Strek uit, uit, in, in. Uit, uit, in, in. Je maakt ze lang, je leunt een klein beetje voorover vanuit je heupen. Yes. En je duwt je voorste knie, dus je linkerknie duw je naar buiten. Nou snel naar achteren, hold, hold. En langzaam in. Yes. Hold. Nou duw je knie vooral goed naar buiten. Zodat je iets meer balans houdt en meer je bil pakt. Nog een keer, 2-2. Uit, uit, in. We doen 2 setjes per been, oké? Want dan ga je een beetje wat voelen en daar gaat de verandering in zitten. Als je je balans houdt. Als het niet lukt, tik je hem gewoon aan, hè? Slaan achteruit. Shoot. Ondertussen blijf je nog steeds lang, hè? Want dat zorgt voor je balans. Oh, en hou die heupen recht naar voren. Laatste keer. Zet hem neer en wissel van been gelijk door. 2-2. Dus zoek eerst je balans als je het nodig hebt. Yes, heupen naar voren, bovenlichaam lang. En die knie duw je dus meer naar buiten, zodat je de zijkant been en biel en heup meer meepakt. Yes, snel achteruit. Hold. En rustig in. Nog een keer. Oh, lekker hè? Ik zie dat jullie ook blij zijn dat we nog wat staan doen. 2-2. 4 van deze. Nou, blijf goed naar voren leunen. Lekker. En als je een beetje gaat wiebelen, betekent, dat is een goed teken, dat je goed bezig bent met je balans te trainen. Snel achteruit. Nog 1 keer. Hold, zet je voeten neer. We gaan terug naar de andere kant. Zak door je been. Je voet staat achter. Check. 4, 3, 2, side tap. En dan achteruit terug. Halve cirkel.
Kom maar mee. 4, 3, 2. En je probeert een grote... Het is eigenlijk een kwartcirkel, hè? Eigenlijk. Oké. Okay. Eigenlijk. Een taartpuntje. Nou, dat snapt iedereen. Heupen blijven naar voren. Knie doe je naar buiten. Kijk zo ver je kan gaan zonder dat je heupen bewegen. Yes? Ietsje sneller. 2, 2. 1, 2. En terug. Dus je heupen blijven stil. En ook hier ben je een klein beetje naar voren geleund. Zodat je alle lading in dit been krijgt. En hier de lengte zoekt. Nou, snel opzij. Hold. Rustig achter. 2, 1. Always and forever. Oh, dit komt precies goed uit. Oh, oh, laatste keer achter. Hold. Pulse and go. Laag op, laag op. Oh jongens, wat een timing. Doe je knie naar buiten, blijf lang. En deze ga je voelen. Als je het nodig hebt, blijf je tappen. Maar je gewicht blijft naar voren. Dat is het allerbelangrijkste. Yes, I have a dream. Door. Door. Oh, waar voel je dit? In je rechterbeel, maar dat is mijn rechterbeel. Je voelt het in je linkerbeel, heupen, alles. Lengte. 4, 3, 2, stop. Oh. Zo, dat is lekker. Nou, dankjewel hè. Ja, graag gedaan. Extra pauzetje. Andere kant. Zet je voet achter, duw je knieën naar buiten. Lift op. Gewicht op je voorste been. Slow opzij. 4, 3, 2, tap. En terug. En je kijkt gewoon hoe groot je die cirkel kan maken. Zonder dat je te veel gaat draaien met je heupen. Dus span dit goed aan, zodat je die heupen recht kan houden. Oh. Is ook goed voor de stabiliteit, maar ook de mobiliteit van je heupen. Die vergeten we vaak. 2, 2. 1, 2, 3. Nog twee van deze. Oh, lekker hè? Ik voel hem al wel hoor. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Snel en hold. Hold. We are dreamers together. Always together. Always and forever. Forever together. Oké? Kom op, nog vier van deze. Gaat hij goed? Jawel, hè? Tuurlijk. I can promise you. What promise you? 2, 2. 1, 2. Want daar komt hij weer. I can promise you. Als je deel van nodig hebt, kom je overeind. Kom je eens aan mijn woorden komen. Nee. Hou je hem achter. Laag in op. Boos. Da-da-da-da. En je weet het, als je het nodig hebt, hou die single tap. Maar je gewicht blijft voor. Alles voorin. Laat dat been vol lopen. En wat je nu voelt, that's it. Come on, laatste acht. Oeh, oeh, oeh. Together, always and forever. Always come on. And forever. En hier zit je verandering. Nu word je sterker, nu word je strakker. Laatste. 4, 3, 2, ho. Oeh, schud los. Zijn we niet klaar? Ja, we gaan nog hele leuke dingen doen. Oh. Oké, we starten op het rechterbeen. Star pose, dat ken je misschien nog wel. Leun naar rechts. Je maakt je eerst lang. Lengte tot in je vingers. Hoofd, pointje teen, zodat alles aangespannen is. Je probeert hem eerst even vast te houden. Check it out. 1, 2, 3, 4. Trek je knieën in. In, uit, uit. Als je het nodig hebt... Heb je de vloer, maar je knie blijft gebogen, je blijft hem weer naar buiten duwen en lengte hier. Zullen we singles doen? En ja, dit voel je, want je hebt net deze kant getraind. Laatste keer, stop, wissel van been. 2, 2. In, in. En dit voelt soort van ontspannen aan deze kant, maar het is eigenlijk niet ontspannen. Singles, kom maar. Laatste keer, nou stop. We gaan iets anders doen. Zet je voet onder je heupen. Walking plank slow. 4,
3, 2, dan open je rechterhand. Open, terug, open, buig twee keer. En dan loop je rustig terug. Voor 4, 3, 2, reach, kom maar. Je komt dus naar een walking plank. Zet je handen om je schouders, dan open je op tempo die armen. Je blijft lang. En dan loop je rustig terug met lange benen. En als je verder naar achter gaat, sta je in beeld. Oh ja. Maar ik ben niet zo groot, hè. Dat scheelt. Dat scheelt. Nog twee keer. Dan loop je terug. 4, 3, 2. Nog een keer. Probeer als je omlaag gaat echt je kont naar achter te duwen. Maximale stretch hier te hebben. Werk je ook nog aan de achterkant van je benen. En hier breng je je arm niet voorbij je schouder. Liefst nog iets ervoor. Ja? Nog een paar keer. 4, 3, 2. Zet hem goed vast. Lock it in. Twee keer hier. 4, 3, 2. Nog eentje dan. En dat mag natuurlijk ook op je eigen tempo. Als je denkt, ja, goedjes. Doe het gewoon lekker zelf. Kom omhoog. 4, 3, 2. En zo. Lekker met je armen even los. Oh, en nog hangende busjes ook. Challenge nummer 2. Dan gaan we terug naar je plankpositie. Loop naar voren. Handen onder je schouders. Loop je voeten rechts, links, wijd. Uit, uit, naar binnen. Naar binnen. Dit is je straddle variant op een plankpositie. En je kunt altijd voor kiezen om je knieën aan de vloer te zetten. Dan tap je hem gewoon opzij. That's it. Nou, je handen staan onder je schouders. En je kijkt net iets voor je handen, zodat je je nek lang houdt en je rug sterk. Dan trek je navel in. Duw je billen iets bij elkaar. Dan gaan we springen uit en in. Uit, in. Uit, in. Jumping jacks, plank style. Ben je op je knieën, ga je door met je taps. Uit, in. Doen we nog 8 meer. 8. Nou, de kunst is om je heupen zo stil mogelijk te houden. Elke keer als je springt, knijp je harder in je buik. Om je heupen en je billen stil te houden. That's it. Nog 2. Zo fijn als hij voordoet. Nog eentje. Stop. Lekker? Heerlijk. Nou, wat als we daarvan eens een combinatie gaan maken? Lijkt me leuk. Terug in je plankpositie. Handen terug onder je schouders. Ik zal iets naar achteren gaan. Klein beetje schuin, misschien. Hè? Ja. Oké. Je wilt bewijs laten zien dat wij het ook op de tenen doen, hè? Ik snap het. Niet per se, maar... Nou, handen weer terug onder je schouders. Til je knie op. Breng jezelf in plankpositie. Nou, point je teen achteruit. Rechts eerst. Uit, wissel. Links. Het enige wat je hoeft te doen is je teen pointen. Je maakt je voet zo lang mogelijk. En je maakt de spanning over je bovenbeen extra groot. En ook hier, voeten zijn in beweging. Je heupen zijn helemaal stil. Merk je dat je gaat wiebelen? Kom terug op je knieën. Of zet je voeten iets verder uit elkaar. Meer afstand geeft je iets meer stabiliteit. Laatste 2 keer. Stop even, hou vast. Nou, we hadden al beloofd nog aan. Deze 2 gecombineerd. Ik laat het zien, check. Uit, in, point, wissel. Uit, in, point. Kom je mee? Go. Uit, in, rechterbeen. Zet neer. Uit, in, linkerbeen. Zet neer. Dan knijp harder in je buik en billen. Hou je lichaam stil en sterk. Uit, in, ga door. Dan probeer ondertussen je ellebogen naar binnen te schroeven. En doe je schouders eens weg bij je oren. Je wilt iets meer bolling in je bovenrug maken, zodat je niet gaat hangen in je schouders. Wat als je deze is, gaat versnellen. Go. Uit, in, point. Uit, in, point. Uit, in, point. Nou, snelheid gaat ervoor zorgen dat je meer gaat wiebelen. Dit is je uitdaging voor je stabiliteit. Kom op, 4 meer. Tik, tak, point. Tik, tak, point. 3. Was it real or was it just a show? This is real, this is no show. Laatste keer. En stop. Wie verzint dit, joh? Hey, bijna beter. Bijna beter. Heb je een matje, mag je hem onder je knieën zetten. Puur voor dat laatste stukje.
onze Superman, waarbij we de rechte en de schuine stabiliteitsspieren gaan gebruiken. Misschien ken je hem wel. Handen terug onder je schouders. Kom op je knieën. Zet je knieën recht onder je heupen. Rechterbeen, linkerarm uit. En opzij. 1, 2. Nog een keer, zelfde arm, zelfde been. Dus je rechterbeen, je linkerarm. Beweeg hem op de diagonaal. Maak je lang. Ga door. Nou, probeer je arm en been dezelfde hoogte te krijgen als je heupen. Je hand staat onder je schouder. Nou, die hand die in de vloer staat, die duw je harder. Die zorgt voor meer stabiliteit. Duw eens harder. Juist. 4 nog van deze. Uit. Laatste 3 van deze kant. En dan beloof ik dat je zo meteen mag gaan liggen. Oh yes. Laatste keer. Snelle wissel. Andere arm, andere been. Uit. Terug. Lang. Nou, word je moe? Zorg dat je jezelf een klein beetje vuur geeft om je uit te blijven strekken. Boom. Uit. Kom op, maak je sterk. En kun je die diagonaal ietsje vergroten als je je hand harder in de vloer duwt. Je heupen stil en horizontaal. Laatste paar keer. Geef nog niet op, kom op. Laatste 4. Strek je eens uit. 3. Ik wil lengte zien. 2 meer. En de allerlaatste. Duw. En stop. Ja, dat wij je zo even schoon moeten maken. Jullie ook? We hebben nog 1 ding voor je. Dit hebben we nog niet gedaan. De rug. Benen, achterkant benen. Hebben we natuurlijk wel gedaan, maar ook binnenkant benen. Gaan we lekker meepakken. Dus ik zou zeggen, kom liggen. Op je buik. Misschien wel goed om te zeggen. Op je buik. Tenen zijn aan de vloer. Benen zijn bij elkaar. Je spant alles aan. Benen, billen. Handen bij je slaap. Op. Op. Laag. Back extension. Op. Op. Laag. Laag. Het gaat niet om de hoogte. Maar het gaat om dat je je voeten, ja, dus je tenen aan de vloer houdt. En je probeert gewoon je borst te liften. Yes. Nog een paar keer. Op. Op. Laag. Ellebogen zijn wijd. Schouders zijn laag. Keuze bij Charissa, vingertoppen aan de vloer, oké? Nou, check. We gaan op, uit, in en laag. Ietsje sneller. Op, uit, in, laag. Op, uit, in. En ondertussen blijven die tenen aan de vloer houden. Blijven die benen en die billen knijpen. Want die zorgen ervoor voor de ondersteuning van je onderrug. Yes? Daarnaast zijn je buikspieren natuurlijk ook gewoon aangespannen. Schouders, dus alles werkt mee. Laatste paar hoor. Als je kan, probeer je ietsje hoger. Op, uit, in, laag. Laatste keer. Op, uit, in, laag. Zet je handen op elkaar. Laat je hoofd op je handen rusten. Hakken tegen elkaar. Tenen naar buiten. En als je zover bent, duw je die richting het plafond. Probeer je voetzolen zo plat mogelijk te houden en gewoon richting het plafond te duwen. En dit voel je maximaal in de binnenkant en achterkant van je benen, je parachutes. Dus duw echt goed die hakken tegen elkaar, want die creëert de spanning. Die creëert de stabiliteit en die creëert verbetering in je spieren. Dus maak er gebruik van. Lekker hoor. Ga door. Dit is lekker jongens. En ja, je voelt ook je billen. Kom aan. Laatste paar. Laatste 2. Stop, hold. Voeten neer. We gaan nog 1 keer terug naar de back extension. En dan gaan we hem afmaken. 2 tellen op. Op, op, laag, laag. Deze ronde is ietsje korter. Maar hij is zo lekker dat ik zonder weer dan zo niet nog 1 keer terug laat komen. Check it out. We gaan op, uit, in, laag. Kom maar. Op, uit, in, laag. Op, uit. Als je je armen uitstrekt, dan wil ik je dat je ze graag houdt voor je schouders. Zodat je echt in die mooie lijnen werkt. Kijk naar de vloer van mijn lange rechte rug. Laatste 2. Voel je dat? Oi, oi, oi.
Laatste keer. Check hier. Handen komen op elkaar. Dit is je finishing touch. Laat je hoofd rusten op je handen, polsen. Benen maak je maximaal lang. Ja, tenen komen van de vloer, maar je bovenbenen ook. Dus niet alleen die onderbenen. En de enige manier om dit goed te doen, is alles maximaal aan te spannen. Dus echt helemaal van de vloer. Kom. Er staat een muurtje achter je, die moet omver. Bent er bijna? Bent er bijna? Ga door. Come on. Oh. En als je schudt is goed. Nog 4. 3, 2. En stop. Lekker hoor. Kom omhoog. Binnen naar achter even. Lange rug. Nu oksels richting de vloer. Adem rustig in en uit. Kom rustig even overeind. Als je wil, heel even je schouders. Wel even lekker. Wist op. Schouderlaag, trek aan. Lekker hè? Draai nog even los. En je mag natuurlijk altijd voor kiezen om die flutterkick nog langer te doen. Dat je voor jezelf een challenge maakt. Oké, ik ga een minuut lang flutterkick doen. Doe ik nog even back extensions. En dan nog een keer flutterkick. Kan allemaal. Kan ook. Ja toch? Ik zeg veel plezier, veel succes. En tot snel. Doeg. Ciao, ciao.